Nou, we staan dus nu hier in Scheveningen, bij ingang Carwas Scheveningen, zoals jullie wel kunnen zien. Bij de Tink. Ja. Roderick die zegt dus net en dat hij dus de auto schoon heeft gemaakt. Nou, dat is ook goed te zien. Kijk, hoe mooi schoon. Wauw. Roderick die zegt dus net en dat hij dus de auto schoon heeft gemaakt. Nou, dat is ook goed te zien. Kijk, hoe mooi schoon. Wauw. Alleen nu nog even opruimen. Wat een troepjes. Oh, 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 oh. Oh, schande. Huh? Nee, troepjes. Nee, ik zeg, oh, nee, daar en daar allemaal troepjes. Nou, dan ga jij dus allemaal lekker achteraan. Helemaal goed. Nou, we staan dus nu hier in Scheveningen, bij ingang Carwas Scheveningen, zoals jullie wel kunnen zien. Bij de Tink. Ja. Nou, gratis stofzuiger bij aankoop van een wasprogramma. Gratis stofzuiger bij aankoop van een wasprogramma, 50% op al onze wasprogramma's als het regent. Wij poetsen uw auto handmatig al vanaf 99 euro. Kijk, Carwas ingang, daar staat al een auto. Roderick die gaat zo meteen achteren rijden. En ik ga zo meteen filmen wat er dus wordt gedaan. Met onze toetoet. Ja. Kijk, gordeltje om. Ook niet heel onbelangrijk. Kijk, raampjes dicht. Ook goed. Helemaal prima. Eigenlijk wil ik gewoon en die wieldoppen er vanaf hebben. Die kan ik wel zelf wel weer schoonmaken. Kijk, gaat hij nou mooi naar achteren rijden. Helemaal goed. Netjes, keurig. Kan dat wel. Kijk, heel mooi naar achteren. Heel netjes. Kijk, en ik loop lekker mee. En ik ga zo meteen Dave allemaal vragen wat hij aan het doen gaat. Goedendag, goeiedag Dave. Hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, dat mij ook. Dat is mooi. Het loopt lekker door, dus ik niet verwacht. Het is nog een beetje regenachtig weer. Ja, klopt. Maar toch weten ze me wel te vinden vandaag. Dat is mooi. En we gaan natuurlijk over, ik hoop eigenlijk 14 dagen verbouwen. Verbouwen? Ja. Komt een andere machine in. Oké. Okay. Hij doet toch wel goed, maar hij moet toch wel een beetje oud aan worden. Ja. We krijgen ook nieuwe banden. Oké. Okay. Het wordt één grote witte zee. Dat wordt echt dan hoop ik dat je ook weer even langs komt. Natuurlijk, altijd. Dan kan je even laten zien hoe mooi het gaat worden. Kijk, dat is mooi. En wanneer gaat de verbouwing beginnen? Nou, ik hoop, wat ik al zei, ik hoop niet zo heet, daar staan de week niet. Nee. Maar ik hoop die week erop. Oké, okay, en misschien weet je daarna, maar ja, ik ben natuurlijk van andere mensen ook afhankelijk. Ja. Dus dat is altijd een beetje, natuurlijk een beetje moeilijk. Oké, okay, dus een hele verbouwing. Dus iedereen zit een beetje van, wat gaat er gebeuren? Maar het komt goed. Top, mooi zo. Positief, dat weet je. Ja, dat weten we. En wat moet hiermee? Even ook schoon, die zijn zo vies. Even schoon. Ja, die zijn zo vies. Ja. Nu, doen we. Dus alleen dat moet ik wel zeggen, grote uitzondering, want dit doen we normaal niet los. Nee, dat bedoel ik. Maar, dat doen jullie wel. Dat is mooi. Nou mensen, dan weten jullie dat voor ons doet hij het wel. Dat is een hele grote uitzondering. Precies. Alleen ik moet niet tegen het licht in gaan filmen, dan gaat het knipperen. Zonde. Omdat ze voor mij ook zo lief zijn. Juist, kijk. Oké, even een mooi shotje. Nou, nog vissen. Ja, dat hoor ik al. Zo. Okay.
Gelukkig is het maar de binnenkant, hè? Ja, ja, precies. Die is ook belangrijk. Zo! Wat een verschil. Ja, die ligt onder de auto. Kun je erbij, schat? Ja, 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 ja. Er staat al jij achter, dus we gaan het zo lang doen. Nee, precies. Nee. Nou ja. Gewoon even aan de zijkant. Kijk, zo. Dat is wel mooi schoon, ja. Yep. Even zo. Pak ik hem straks wel er weer op. Nou, Roderick die gaat weer zitten in de auto. En dan mag hij de antenne weer vasthouden. Oh ja, dat was het, dat weet je wel. Nou, dan gaat hij dus een spul erop spuiten. En wat is dat voor spul, Dave? Ja, eigenlijk is het een pelgenreiniger. Ja? Maar we gebruiken het ook een beetje als een soort allesreiniger. Oké. Okay. Dat kan ook prima op de lak. Voor het hardnekkige vel. Ja. Want zoals we weten houden wij dat altijd eerst de hand af. Ja, klopt. En dat is ook de reden waarom we zo erg lakvriendelijk zijn. Ah, oké. Okay. Als je hardnekkig vel laat zitten. Ja. Dan vindt de lak dat niet leuk met die borstels. Nee, precies. Oh, ik zei borstels. Ik moet zeggen lak. Oké. Sorry. Maakt niet uit, geeft niet. Kan gebeuren. Geeft niet, maar helemaal niks. De reden om inderdaad vooral ook hierheen te gaan. Ja. Dat ik laten zien. Ja, ik sta in de weg, ja. Anderen die doen, die zijn meestal vol automatisch. Ja. Die hebben dan nooit niet met de hand afgesproken. Ja, oké. Okay. Nou, zo wel doen. Dan kun je ook goed inderdaad in die naden. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, ik vond het hier wel mee wat ik met deze. Ik vraag helemaal voor met boomrest. Ja, precies. Oh ja, en die kleine spiegeltjes en die moeten er vanaf. Oh ja. Lief, deze moeten er ook vanaf. Deze kleine spiegeltjes, zij moeten er ook vanaf. Deze hier, dan weet ik niet. Zo. Hier in Hoogse is het ook altijd rosso. Ja. Dat is altijd lekker uitgespeeld. Kijk, hier, mooi. Ik hoorde het laatst iemand zeggen van hij is mooi schoon boven die velgen. Ja. Maar dat zit er helemaal ingebrand. Oké. Okay. Dus dat krijg je ook niet meer af. Oké. Okay. Ja. Het is gewoon ingebrand, omdat ze zijn wel iets ouder. Ja. Dat heeft iets met mij te maken, dames en heren. Is het dus niet ingebrand, zie je? Nee, precies. En dan worden ze wel schoon. Ja. Ja. Nee, precies. En deze leg ik even aan deze kant, dan weet ik dat het aan jouw kant is. Dus dat is voor ons ook, is het ook heel fijn. Ja. Als iemand regelmatig zo auto was. Ja, precies. Dan wordt hij ook makkelijker schoon. Ja, precies. Dat is logisch. Ja. Dat is net als hiermee, als ik dat vier weken niet was. En waarom en gebruik je nou die cijfernapjes? Ja, dat doen we gewoon voor de veiligheid. Oké. Okay. Oh, kijk. Ja, het is ook met alle respect, maar ook een wat ouder auto. Ja, dan kon ik misschien toch allemaal wat ouder. Ja. Dan kon ik misschien nog makkelijker loslaten. Ja, precies. Maar dan zetten we het uit voorzorg vast. Zodat we geen ongelukken krijgen. Kijk, dat is mooi. Nee, precies. En neem je ook altijd de kentekenplaat mee of dat niet? Altijd. Ja, we doen altijd heel goed op de achterkant. Ja. Wel dat de borstel daar ook wel heel goed was. Ja. Maar ja, dat is toch meestal recht. Aha. Dat
Dan pak maar even mee. Maar dan vooral die hoekjes. Ja. Waar die zeg maar niet, niet in komt, die borstel, zie je? Ja, precies. Dan doen we ook even, want het staat hier een beetje hierachter, zo, dat soort dingetjes. Ja, oké, okay, precies. Netjes. Zo, dan denk ik dat ik erin kom. Nog even rozenkant poetsen of had je dat al gedaan? Ja, dat had je al gedaan. Ja, ik zie het al. Yes? Ja, je kan. Ja, doe wel. Ja, je kan. Ja, ik word maar. Kom goed. Ja? Nou, daar gaat Ro. Adus. En waar bedien jij hem? Wat zeg je? En waar bedien jij dit speel? Hier zit hem gewoon op vier knopjes. Oké. Okay. Leuk. Nou, hier krijgen we het polish pakket. Kijk. Nou, waar het derde wordt straks allemaal opgeknapt. Ja. Dus dat vind ik wel, ben ik wel nieuwsgierig naar. Ja, alleen die man die zit echt niet op de telefoon. Ja, die zit echt op de telefoon, maar dat is wel fijn, want we hebben natuurlijk op zich wel... soms wel een beetje wachttijden. Ja. Als de mensen dan lekker een beetje op de mobiel zitten. Ja. Of op de laptop. Dat is dan, fijn inderdaad. Ja. Is het minder erg als we moeten wachten. Ja. Maar nu loop ik even naar hem toe. Kijk, netjes. Ja, ik volg jou nu eventjes in je werk. Dus ik hoop niet dat die man dat erg vindt. Nee, maar dat vindt hij niet erg. Moet je het even vragen? Ja, dat, ja. Misschien wil hij er niet op, maar dat hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, kijk. Moet je het wel even vragen? Hij glimt er zo meteen weer fijn over. Ja. Komt Dave hier aan. Hallo. Heb je wissel bij elkaar? Helemaal goed. Moet je even vragen of nog meneer er op wil? Meneer, 15 of 35? Ja? Dank u wel. Ja, dank u wel. Kijk, en nou gaat het drogen. Zoals je ook ziet... Houden we heel goed op het moment, heel goed afstand. Ja. Deze gaat kijken. Ja. Als je in de auto wil blijven, ja. Dan is dat geen verschil gevaar. Nee, precies. En dan gaat hij drogen.
En dat is dus ook een van de redenen dat die dus wordt vervangen, die machine. Ah, kijk. Maar we moeten dat nu even met de dam doen. Ja. Maar we hebben niet voor dat het natuurlijk gebeurt door de machine. Nee, precies. Maar dat gaat ook gebeuren als de machine erin wordt gezet. Ja. Ook van wat ik al zei, even twee. Ja, oké. Okay. Maar dan hou je mij wel op de hoogte, denk ik, via de app, hè? Sorry. En maar dan hou je me wel even op en op de hoogte, denk ik, ja, via de app. Ken ik dat ook niet volgen en de verbouwing? Nee, absoluut. En het is natuurlijk leuk, als we op een gegeven moment aan het verbouwen zijn. Ja. Dat ook even langs komt. Ja, daarom, precies. Daarom, en dat ik zeg, van dan moet je me wel even op en op de hoogte houden. Ja, dat doe ik zeker. Kijk, dat is mooi. Ik heb je appadres, ik heb je e-mail. Ja, daarom, precies. Dus dat gaat wel lukken. Ja, daarom. Maar dan zijn jullie dus ook dan gewoon niet open, hè? Neem ik aan, voor een wassen. Nee, dat heb ik niet zo gezegd. Nee, ik verwacht het wel. Ik hou het op één been dicht. Ja. Maar... En waar kunnen dan de andere mensen naartoe als ze hier toch heel graag naartoe willen, maar dat jullie dan een week dicht zijn? Ja. Over waar ze dan naartoe moeten? Ja. Nee, niet ergens onderweg. Nee, oké. Okay. Ik kan gewoon even uit uitzien. Gewoon, nee, en gewoon even dus een weekje wachten. Dat moet je ook niet zichzelf weten, maar... Ja, precies. Maar, ik zou niet weten wie ik moet aanbevelen. Nee, oké. Okay. Nee, ik denk, vraag het even. Dat ga je ook niet snel doen natuurlijk. Nee, daarom, maar... Nee, maar als we op een gegeven moment echt iets kunnen weten, dan zijn ze ook nog wel voor. Ja, precies, oké. Okay. Ja, nou, daarom, precies. Oké, ik ga die ook afspuiten. Yep. Zo, ik denk dat het uit de deur ligt. Ja. Ik loop wel even de andere kant om. Want we moeten toch nog tanken. Ja. Dit was de vlog. Ja, precies. Dat is leuk. Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat er een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei!